NDP-parlementariër Ebu Jones vindt dat leden niet de ruimte krijgen om de wetten die aangenomen zullen worden goed te kunnen bediscussiëren. Dit haalde hij vandaag aan in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de wijziging van het burgerlijk wetboek en andere aanverwante wetten. Hij vreest dat hierdoor de wijzigingen in de wet niet goed vertaald worden naar de samenleving en de gevolgen van de wijzigingen van deze wetten de gemeenschap onbekend blijft. Om te dienen als richtlijn voor de inrichting van die samenleving. Maar meer nog als richtlijn hoe die samenleving zich zou moeten gedragen. Ik vind het alleen maar jammer. En mijn 15 minuten zijn zo al voorbij. Maar voorzitter, dit is onkan. En het gevolg zal zijn dat we uiteindelijk weer hier moeten zijn om het te corrigeren. Dat is een haas. Waarom konden we dit ding niet boeksgewijs behandelen? Diep gaan behandelen. Waarom niet? Jones heeft veel moeite met het gedeelte van het handelsregister binnen het burgerlijk wetboek dat niet goed genoeg zou zijn behandeld in het parlement. Volgens hem bieden zaken zoals die gepresenteerd zijn niet de volledige informatie aan de samenleving. Als voorbeeld noemde hij het boedelprobleem dat nog complexer kan worden door het opstellen van een testament. Men heeft ons altijd laten doen geloven dat het alleen gaat om kindsdeel en datgene waarop een kind recht op heeft. Maar wanneer je testament leidend is, heeft het niets meer te maken met aan wie je het geeft. Je mag het aan everybody geven. Bovendien, er zijn gevallen waarbij je het zelfs zou kunnen verkopen vanuit een of tenminste je ontvangt geld en je neemt op in een testament dat na jouw overlijden het in de boezem komt van, noem maar een naam, vanuit Paramaribo. In ieder geval de mensen die kapitaalkrachtig zijn om dat werkelijk te doen. Maar het kunnen ook buitenlanders zijn. Maar het kunnen ook, voorzitter, stichtingen zijn. Zie daar het belang waarom we stichtingen vanuit je handelsregister, dat van stichtingen en dergelijke, onder controle moeten houden en anders moeten gaan formuleren. Want wat er nu gebeurt, voorzitter, en u zal merken wat er gaat gebeuren, alle gronden en noem maar op zullen, of de mogelijkheid bestaat, dat ze in handen komen van stichtingen alleen vanuit een testament. Jones vindt het jammer dat er niet diepgaand kon worden gesproken over diverse zaken die voorkomen in het burgerlijk wetboek.